De Vestdijktunnel is sinds maandag 2 weken gesloten voor verkeer. En dat levert het nodige gedoe op. Want voor veel automobilisten komt de sluiting van een belangrijke doorgang als een complete verrassing. De komende periode wordt gewerkt aan het riool, aan het asfalt en de 2 karakteristieke beelden bovenop de tunnel worden ook meteen onder handen genomen. De afsluiting staat met grote borden aangegeven, maar voor sommige bestuurders misschien toch niet groot genoeg. Het komt als een verrassing, was het niet goed aangegeven dan? Nou ja, ik heb het niet gezien, maar ja, dat ligt misschien wel aan mij. En anderen zagen de borden wel, maar ze probeerden het toch. Ik zag het wel staan, maar heel vaak blijkt dat je er dan toch wel door kan. Dus dan ben je een beetje eigenwijs en ga je het toch proberen. Ja. En heeft u een idee hoe u nou moet rijden? Lang leven Google Maps. Ja, nee, ik weet de weg niet uit mijn hoofd, maar ik heb navigatie. Zij komt er wel. Maar als je niet bekend bent in Eindhoven, dan is het een stuk moeilijker. Waar moet u naartoe? Naar de stad. Ja. En u had willen parkeren? Daar bij de Bijenkorf. En hoe gaat u nu rijden? Ja, dat weet ik nog niet. Wij komen hier niet zo heel vaak. Dus dan moeten we eventjes kijken hoe we dat gaan oplossen. U bent gewaarschuwd. Het duurt nog 1,5 week. Vanaf zaterdag 7 november is de tunnel weer open.